Gegroet Poképlayers, Sebastian hier om nogmaals een commentatorvideo te maken voor de Poképlay Invitational van 2021. De match van vandaag is Quint tegen Leonard. Quint komt met een duo-type als Water of Rock aan. Natuurlijk twee heel uitstekende types. Maar niks verslaat de chat move die Leonard gemaakt heeft tijdens de draft door te zeggen ik ga tweemaal Buck pakken, want type coverage is gewoon niet mijn ding. Bold move, let's see if it pays off. In elk geval, voordat we naar de match zelf gaan, doen we een kleine pre-analyse van de typings die mogelijk gebruikt kunnen worden. Dus Quint heeft enerzijds toegang tot water types. Water types zijn natuurlijk heel erg krachtig, omwille van rain abuse die zou gebruikt kunnen worden. Water heeft ook heel veel coverage moves naast zich zitten, maar het is toch ja, ook een offensive stab dat niet door veel types resisted worden. Dus ja, Pelipper, Toxapex, Barrascuda, allemaal zaken die heel erg stevig kunnen raken in de regen. Daarnaast heeft Quint ook de mogelijkheid om voor een rock type te gaan. Natuurlijk in een matchup tegen twee bug types. Is de rock type lijkt dan wel een chosen te zijn of een given te zijn. Met grote threats als Terrakion, Tyranitar, Colossal, Nihiligo, Rhyperior, noem maar op. Er zijn heel wat rock types die Quint kan gebruiken om de matchup tegen de bug type tot een goed einde te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat Leonard helemaal verloren is. Bugtypes hebben ook een paar heel sterke Pokémon in hun roster zitten. Zeker als er zo wat setup mogelijk zou gemaakt kunnen worden. Ik denk aan een Volcarona, ik denk aan een Buzzle die eventueel kan cleanen met de Beast Boost. Galvantula is ook altijd een stevige Pokémon, zeker tegen Watertypes van Quint. Dus het is niet dat Leonard volledig een sitting duck zal zijn tegen de water types van Quint. Maar in elk geval, dat is een beetje de pre-analyse. Ik denk dat we dan nu best ook gewoon overgaan naar de matches zelf. De eerste match zien we Quint aan de linkerkant staan en Leonard aan de rechterkant. Quint met Quint en Leonard met Be Crazy. Wat we in eerste instantie zien van Quint uit is de Watertype team. Toch een van de twee keuzes. Niet de matchup die ik zou kiezen, of toch niet de typing die ik zou kiezen. Maar in elk geval Watertypes met Tapu Fini, Volcanion, Cloyster, Toxapex, Seaking en Keldeo. Nu, er zijn hier wel een aantal opties bij. Natuurlijk, de Fire-type move van Volcanion kan zeker helpen. Toxapex als een Poison-type resist natuurlijk, de Bug-stab-typing. En daarnaast hebben we een Keldeo die tegenwoordig ook Air Slash als coverage move heeft om die Bug-typing toch wat aan te kunnen. Leuke tech die ik zie is de Seaking om de Water-type weakness wat op te vangen. Seaking krijgt Lightning Rod, dus Electric-type attacks zijn dan niet meer zo stevig. Lijkt een mooie attack te zijn, zeker tegen Pokémon zoals de Galvantula bij Leonard. Dus ja, op zich leuk team, ook al zou het niet de typing zijn die ik zou kiezen. Maar er zijn heel wat mogelijkheden in de offenses die Quint bij zich heeft. Langs de andere kant bij Leonard in de Bug-type team zien wij Scizor, Heracross, Buzzwole, een Doddler, Centiscorch en Galvantula. Nu, Galvantula is een keuze die ik zeker kan begrijpen tegen een Water-typing. De twee Fighting-types, Heracross en Buzzwole, kan ik ook zeker appreciëren voor de matchup tegen mogelijke Rocks. Scizor is natuurlijk ook een Master Threat. Met Priority Bullet Punch tegen die Rocks, maar kan ook gewoon een setup doen tegen Watertyping. Dus er zijn zeker wel mogelijkheden. Centiscorch kan een mooie lead zijn, I guess, met een Focus Sash of met de Fire Typing tegen Water of Rock. Ben ik toch wel heel erg benieuwd naar wat hij daar voor ogen had. En Doddler
is ja, de Bug Psychic. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe dat deze Pokémon het gaan doen. Dus we gaan gewoon op play drukken. Ik ga de snelheid wat op slow zetten om een beetje te volgen wat er gebeurt. En hier gaan we van starten. Dus de battle begint. Leonard start met een Galvantula, Cloyster voor Quint. En natuurlijk een mooie Thunder om mee te starten. Super effective hit. En we zien de Focus Sash van Cloyster. Cloyster gaat een Hydro Pump uitvoeren, maar ja, mist deze. Dus dat is een Galvantula bewaard. Maar Galvantula kiest om nu voor Disable te gaan. In plaats van gewoon de kill te halen. Dit geeft Cloyster dan toch de kans om Toxic Spikes op te zetten. Een hele rare turn. Turn 2 hebben we eigenlijk. Ja, Galvantula had altijd een outspeed move. Had gewoon kunnen killen. Cloyster had misschien Ice Shard nog kunnen hebben om wat damage te krijgen. Maar beide spelers kozen om iets totaal anders te doen. Maar geen probleem. Sticky Web is natuurlijk heel, heel interessant. In turn 3 wordt die neergelegd door de Galvantula. En een teleport van Cloyster. Dus de speed drop die Sticky Web kan brengen, kan natuurlijk heel erg helpen bij sweepers zoals Scizor, sweepers zoals Heracross, Buzzwall, zelfs Descent Scorch en dergelijke. Om gewoon eigenlijk ja, de meeste zaken te outspeeden. Dus ja, in elk geval, teleport. De Galvantula heeft een Energy Ball bij om de Seeking nog te kunnen raken. Seeking doet dan een Waterfall. Maar beslist in turn 5 gaat Quint Seeking terughalen om de Cloyster eigenlijk te sacken tegen de Energy Ball. En dan krijgt Quint de mogelijkheid om Toxapex erin te zetten. Galvantula gaat hier voor een Thunder, 30% kans, 70% kans om te hitten. Maar met de Compound Eyes van Galvantula is die met 10% verhoogd. Dus dat is toch een goede 80% en 77% eigenlijk. Dus Thunder is zeker een krachtige mogelijkheid. Toxapex gaat voor de Toxic om Galvantula dus ja, eigenlijk op een timer te zetten. En kies dan om terug naar Seeking te switchen in de hoop dat de Lightning Rod kan geactiveerd worden. Maar dat is mooi voorzien door Leonard en Galvantula stuurt gewoon een Energy Ball uit en we nemen afscheid van de Seeking. Nu, Toxic is aan het droppen, dus Galvantula heeft niet zoveel meer tijd over. Maar de Toxapex komt uit. Vermoedelijk, ik vermoed dat hier Leonard dacht dat er een Baneful Bunker of een Protect of iets dergelijks zou komen om die Toxic Turn uit te stallen. Daarom de switch, zou ik denken. Zeker geen slechte switch, maar Toxapex switcht zelf uit naar een Tapu Fini. Dus nu hebben we een mooie matchup: Water Steel tegen Bug Steel, Water Fairy tegen Bug Steel. Bullet Punch is neutral damage wat dat betreft. En we zien een Calm Mind uitkomen van Tapu Fini. Nu, dit kan vrij gevaarlijk worden. Dus er is op dit moment niet de mogelijkheid om statuses uit te delen. Maar met de Calm Mind kan er dus mooi gesweept worden. In principe met een paar Calm Minds en wat Skulls. Kan hier natuurlijk, ja, Guts is natuurlijk nog wel, maar die gaat dan niet triggeren omwille van de Fairy Aura die, of de Fairy Terrain die er ligt. En met die Calm Minds dan zijn Galvantula dus ook al geen threat meer. En natuurlijk twee Fighting Types, een Draining Kiss na Calm Mind kan natuurlijk altijd zorgen voor die sustainability na Calm Mind. Ja, Scizor gaat hier voor de Defog, dus eigenlijk het harde werk van de Sticky Web of het nut van de Sticky Web heeft hij geofferd voor het wegkrijgen van de Toxic Spikes. Tapu Fini gaat dan voor de Scald, gevolgd door een Bullet Punch en een Calm Mind. Ja, ik denk in principe Tapu Fini is hier gewoon aan het zoeken om te cleanen, dus een aantal Calm Minds te krijgen en dan mogelijkst te sweepen met Skulls, een combinatie van Skulls en Training Kisses. Dus ja, we zien nog een Bullet Punch en dan de Skulls, 59%. De laatste Bullet Punch van Scizor komt eruit. En dan nemen we afscheid van Scizor omwille van de Skulls. Goed, dus mondjesmaat is Tapu Fini aan het recoveren. Maar nu natuurlijk, we zien de Bug Fighting Type uitkomen. Outspeed de Tapu Fini. Dus dat is zeker goed. Want ja, dus door de kill te krijgen, is de Tapu Fini niet in staat om
Draining Kiss uit te voeren en dus niet helemaal full to health te gaan. Daarbovenop is zo'n kill halen met een buzzwall heel erg interessant, want Peace Boost begint de attack te boosten. Dus dit kan wel eens leiden tot een steamroll, bij wijze van spreken. Wel even grappig dat Volcanion er dan zo in staat. Maar ja, Choice Scarf Buzzhaul met een plus 1 attack. Thunder Punch is natuurlijk een threat. Maar Leonard beslist hier om uit te switchen, de boost eigenlijk weg te nemen en gaat dan, kiest om Toddler in te sturen. Bug Psychic. En ja, die kan geen twee flamethrowers nemen. Dus jammer genoeg hebben we niet gezien wat de strategie was achter Doddler. Maar ja, Volcanion is nu de threat. Heracross komt uit met een Earthquake om die chip damage te doen. En nu zien we hier de flamethrower. Dus het is toch stab, super effective. Zien we daar dan van toepassing. Dus Buzzwole komt terug in. Nu is Volcanion zeker laag genoeg. Buzzwole kan opnieuw voor een Thunder Punch gaan. Ik vermoed van die range, als het een offensive Buzzwole is, dat die natuurlijk wel zou killen. En dan kan die steamroll weer, die poging toch ook weer gewaagd worden. Dus we kijken even hoe dat hier verder gaat. Toxapex komt uit om die Thunder Punch, die initiële Thunder Punch te hitten, zonder die attack boosts van Beast Boost. Doet Thunder Punch ook niet genoeg. En we zien Toxapex even recoveren. Centiscorch gaat voor een Thunder Fang. Doet ongeveer 24% damage. Natuurlijk, Toxapex heeft een recover, dus die 24% damage gaat zeker niet genoeg doen. En hier zien we de coil uitkomen, attack en defense boost met een accuracy boost. Dus we gaan in plaats van 24% gaan we eerder naar 42% damage of iets dergelijks. Dus ja, 39%. Maar we zien de haste van Toxapex uitkomen, dus die setup is voor niets geweest. Daarbovenop de Toxic van die Centiscorch heeft. Gaat dus ook de timer doen neertikken. En eigenlijk hier op dit moment hoeft Toxapex niet meer te doen dan healthy te blijven. Terwijl dat de Toxic damage sterker en sterker wordt. En we zien hier ook gebeuren. Thunderfang heeft ook een kans tot flinching. Maar die krijgen we niet te zien. De paralysis hebben we wel gekregen. Maar uiteindelijk gaat dan toch Centiscorch neer. Galvantula komt eruit. Een sticky web neer te leggen in plaats van gewoon voor Thunder te gaan in de hoop. Air slash 4 keer super effective en dat besluit dan deze eerste match. Dus we hebben heel wat mooie dingen gezien. Sticky web is natuurlijk heel interessant om mee te starten. We hebben een beast boost. Beast Boost Sweep was een mogelijkheid daar. Ik denk, ik ga ervan uit dat Leonard toch wel heeft gekalkt dat een plus 1 Thunder Punch niet voldoende zou geweest zijn om een full health Volcanion naar beneden te krijgen. Want anders had dat eigenlijk daar al de game kunnen zijn. Als dat wel het geval zou geweest zijn, dan had dat toen al de match kunnen blinken. Maar goed, was een mooie wedstrijd. We kunnen al tegelijk doorgaan met match 2. Voilà. Hier is match 2. We zien hier ook Clint weer aan de linkerkant. Deze keer voor een Rock-type team. En we zien Leonard ook met een nieuw Bug-team afkomen. Deze keer de Durant en de Scizor. Dus twee Steel-types tegen de Rock-type. Is toch een goede keuze. Een mooie matchup voor Leonard toch. En we zien de Volcarona, een grote threat. Met de Quiver Dance en heeft natuurlijk ook een Grass-type move die zowel tegen Water als de nodige coverage kan geven. Dus altijd gevaarlijk om deze Pokémon te laten zetten. Een Scyther naast de Scizor, het neefje ervan, is dan Bug Flying. Dus kan toch ook, zal ook wel wat kunnen betekenen. Een Shuckle. Blijkbaar volgens de Smoke on Forums is Shuckle een vette S-rank binnen de Rock-typing en een A-rank binnen de Bug-typing. Ik vermoed dat het te maken heeft met de support dat die kan leveren, de bulkiness die er toch voor zorgt, met Encore, Stealth Rock, Sticky Web, dat het in een monotype-omgeving heel erg goede strategieën kan teweegbrengen. En tenslotte een Gen 1 Butterfree.
heeft dan toch die flying type. Buck en flying type heeft de sleep powder, compound eyes. Dus er zit van alles in dat wel gebruikt kan worden. Aan de kant van Quint zien we Colossal, Terrakion, Regirock, Omastar, Nihilego en Tyranitar. Colossal naast de rock typing is ook een fire type, dus dat is de extra stab coverage die heel behulpzaam zal zijn tegen de Buck matchup. Terrakion, fighting en rock wordt natuurlijk, is natuurlijk heel interessant om. Je hebt de rock stab die super effective is, maar typing van close combat, de fighting type close combat, kan natuurlijk ook zorgen dat de steel types kan aanpakken. Regirock is daar als een grote spons. En Omastar heeft natuurlijk heel veel mogelijkheden. Spike setup, Stealth Rock setup, Raindance sweeper, Shell Smash sweeper heeft heel veel mogelijkheden. Nihilego is te vergelijken met wat Buzzhole was in de vorige match. En natuurlijk een Beast Boost sweep, zeker late game, kan heel erg gevaarlijk worden. En dan Tyranitar. Sandstorm zorgt ervoor dat alle rock types op het team een special defense boost krijgen. Dus dat is natuurlijk een gratis boost die zeker interessant kan zijn. En daarnaast ook nog wat dark typing om wat extra covers te brengen. Dus twee heel interessante teams. We gaan de match gewoon laten starten. En voilà, we zien de Butterfree uitkomen en de Omastar. Butterfree gaat meteen voor een sleep powder. Natuurlijk heel erg sterk, maar Omastar was erop voorzien. Dus, Quint had zich daarop voorbereid dat er toch wel status zou zijn. We zien de Chesto Berry komen. Dus ofwel is die voorbereid geweest op de sleep powder, dat kan natuurlijk altijd. Ofwel heeft hij een hele mooie set klaargezet waarbij Shell Smash met de rest gecombineerd of iets dergelijks. Maar in elk geval, de Shell Smash komt erdoor. Plus 2 attack, plus 2 special attack, plus 2 speed. En daarvoor heeft hij gewoon wat defenses opgegeven. En dan zien we de Ancient Power uitkomen en de Energy Ball. Dus omwille van de Chestleberry is er natuurlijk geen Focus Sash. Heel vaak met Shell Smash. Shell Smash. Sweeping wordt er vaak van een focus sash gebruik gemaakt. Ik weet ook niet, heeft de Omastar had in principe heeft geen sturdy, dus het was een keuze. Hij had een goede keuze gemaakt met die Chestleberry om dan natuurlijk die sleep power tegen te gaan, maar dan zie je dan hier die energy ball echt wel de kill snel halen. Nihilego komt dan uit, gaat voor een Power Jam. Dit is natuurlijk op de 1% die Butterfree nog maar had, is dat zeker en vast een kill. En dat geeft Nihilego de speed boost. Goed. Scissor komt uit, kan natuurlijk. Nihilego heeft een hele lage defense stat. Kan dus veel damage krijgen van die Bullet Punch. Maar de Colossal kan dat lekker tanken met zijn Fire Typing. En begint eigenlijk een soort van setup te doen met Flame Charge. Plus 2 Speed Boost zorgt ervoor dat het natuurlijk veel sneller wordt. Maar met een 174 base stat van de speed is dat natuurlijk nog een lange weg van een mega sweep te worden. Tarshot is een colossal attack die ervoor zorgt dat de Pokémon's speed naar beneden gaat en de weakness naar fire dus vergroot. Wat natuurlijk al heel interessant is, bug types zijn sowieso al heel erg weak to fire. Om daar nog bovenop te zetten, het gaat toch echt dus letterlijk olie op het vuur smijten. Dus ja, de Toxic komt uit bij de Shuckle en we zien hier nu een Flare Blitz uitkomen van Colossal. Doet immens veel damage zonder met ook heel wat recoil damage. Sticky Web komt er dan uit in elk geval naar de volgende turns toe, kan dat heel erg belangrijk worden. En met een Custap Berry komt er een Stealth Rock uit. Dus de Shuckle heeft eigenlijk in een aantal beurten, in een paar beurten is hij kunnen inswitchen om de damage te nemen. Eerst een Sticky Web kunnen opzetten. En met die Custap Berry is er nog een Stealth Rock uitgekomen. Maar we zien hier een hele prachtige counterplay van Quint. Want daarvan uitgaande dat er dus al die hazards zaten. En omdat de Shuckle toch bijna dood was,
kiest hij om voor de Rapid Spin te gaan. Rapid Spin natuurlijk doet de entry hazards wegnemen die dat Shuckle met zoveel moeite en zoveel stijl op het veld heeft neergelegd. Maar zorgt er daarnaast ook voor dat de speed nogmaals naar boven gaat. Maar jammer genoeg is er ook een toxic gaande, dus veel zal het niet meer uitmaken voor de Colossal. Maar dit was een hele mooie beurt om te zien. Al die entry hazards die mooi neergezet worden en dan eigenlijk ook weer meteen verwijderd werden. Ze zien nu Tyranitar versus Scizor. Scizor heeft toegang tot superpower en we zien die hier ook gebruikt worden. Tyranitar, 4 keer super effective of 4 keer weak tegen superpower, overleeft dit niet. En we zien dan Scizor uitswitchen. Terrakion gaat voor de close combat in plaats van de Stone Edge. Waarschijnlijk om de miss rate van Stone Edge. Uiteindelijk doet Close Combat en Stone Edge doen min of meer dezelfde damage. Stone Edge, Close Combat is ook iets sterker dan Stone Edge en is natuurlijk 100% hit rate. Maar we zien dan de Scyther uitkomen en door de bug Flying Type wordt die Close Combat goed getankt. 13% damage is eigenlijk 2 keer niets. Scyther gaat voor de Dual Wing Beat en Nihilego komt erin om die Dual Wing Beat te nemen. En dus nu is het een kwestie van power jammen. Er is een Nihilego outspeed de Scyther. En dan krijgen we weer wederom een Beast Boost te zien. Scizor komt eruit, kan natuurlijk weer een bullet punchen. En zoals ik eerder aanhaalde, de Fizz Def van Nihilego is zo laag dat een Scizor bullet punch dat zeker kan neerhalen. Regirock komt uit, zoals ik zei, is een dikke spons. Pakt dus die bullet punch heel lekker aan. En Doe gaat voor de Thunder Wave. En dit heeft al meteen effect, want de beurt die erop volgt, is de Sizzle volledig paralyzed. Doet hij dus geen damage. Maar Regirock had eigenlijk wel gehoopt op de damage, want Quint had gekozen voor counter. En dat doet dus niets, omdat hij niet aangevallen werd. Dus in de volgende beurt, Durant komt uit. Regirock gaat voor de Body Press. Durant gaat voor de Iron Head. Super effective stab. Dit is Hustle boosted met een Life Orb, maar slaagt er net niet in om Regirock dood te maken. Ik geloof dat er dan een kelk, dat het dan een rol geweest zal zijn. Dat er vast wel gerekend werd of berekend werd door Leonard om te zeggen van oké, er is een bepaalde kans dat het zou killen. Doet het dan net niet. Heel jammer. De body press van Regirock zorgt ervoor dat Durant uitgeschakeld wordt. Maar we zien hier nog steeds een mogelijkheid. Volcarona komt uit. Kan met een psychic de Regirock. En nu is het nog net de Terrakion tegen Volcarona en Scizor. Terrakion outspeedt de Volcarona. Moet dan voor de Stone Edge gaan om die kill te krijgen. Stone Edge is neutral damage. Neutral damage tegen de Scizor. We zien de Bullet Punch net niet de kill krijgen. 99%. Stone Edge gaat voor 58% van de health. Raakt dan ook deze keer. En zou dat dus GG zijn. De Bullet Punch is een priority move. Gaat dus eerst. Maar we hebben natuurlijk de kans op de Paralysis. En de Paralysis is er. Dus Quint raakt ook nog de Stone Edge. Dus hier had heel wat meer hacks kunnen zijn. Maar de Paralysis is dan toch cruciaal. En daarmee is deze wedstrijd beklonken. 2-0 voor Quint. Het was, de tweede match was eigenlijk echt prachtig om te zien. Laatste beurt was echt een nagelbijter. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Net zoveel als dat ik ervan genoten had. Laat zeker een like achter. Laat ook een commentaar achter. Wat was volgens jou de leukste beurt om te zien? Wie is jouw favoriete Bug Pokémon? Wie is jouw favoriete Rock Pokémon? En wie is jouw favoriete Water Pokémon? Al die vragen mag je beantwoorden. Ik ben heel nieuwsgierig. In elk geval, in afwachting van de volgende match, een hele fijne dag toch gewenst. Tot de volgende. Ciao, ciao.